Een ziekenhuis in crisistijd. De intensive care ligt bijna helemaal vol met coronapatiënten. Artsen en verpleegkundigen kunnen gewoon niet op twee plekken tegelijk zijn. Ik durf gerust te zeggen dat ik wel wat gewend ben. Maar dit is vreselijk. Binnen 4 dagen ben ik gewoon een wrak geworden. Zo voel ik het zelf. Gewoon normale dingen, dat gaat niet meer. Tijdens de coronapandemie is me toch echt wel veel bijgebleven. Ook op het emotionele gebied. Mensen lagen geïsoleerd, maar hadden tegelijkertijd eigenlijk ook geen privacy. Ze lagen naast elkaar op dezelfde kamer. Ik ben Sharon, ik ben 26 jaar en ik werk als chauffeur bij het gewonde transportpeloton van het 400 geneeskundig bataljon. Het calamiteitenziekenhuis zit bij het UMC. Deze wordt geopend wanneer er echte rampscenario's zijn. Maar doordat de nood aan de man was in het UMC door de coronapandemie, hebben ze mij ingezet als verpleegkundige. Ja, het moment dat ik werd ingezet was eigenlijk echt een opluchting. Het was een opluchting doordat je weer iets mocht doen en je kon iets doen. Het moment van thuis zitten en afwachten en wetend dat het ziekenhuispersoneel druk had, dan is het heel fijn dat je weet dat je mag helpen. Op de corona intensive care waren mijn taken het assisteren van intensive care verpleegkundigen. Maar daarnaast mochten wij ook zelf medicatie geven, bloed afnemen en het verzorgen van de patiënten. De samenwerking met Defensie had zeker een enorme indruk op mij gemaakt. Voornamelijk de bereidwilligheid, de flexibiliteit en mentaliteit van de collega's. Dat gaf zo'n positieve sfeer op de afdeling. En dat maakte echt dat iedere dag echt heel bijzonder was om met hen samen te mogen werken. Wat ik onder andere ontzettend geleerd heb van Defensie is om heel daadkrachtig mijn prioriteiten te stellen. Dus om op een bepaald moment een bepaalde keuze te maken en daar ook gewoon vertrouwen in te hebben dat dat een goede keuze is. Andere voorbeelden van hoe het militaire personeel ons ondersteunde was ook het overnemen van landelijke patiënten. Dus patiënten die met de ambulances vanuit andere ziekenhuizen werden overgebracht naar onze spoedeisende hulp. En daarnaast zorgden ze er juist ook voor dat patiënten die juist herstellend waren in hun ziektebeloop, dat die weer veilig naar huis konden. Wat ik heel erg mooi vond op de corona-IC is dat het teamwork was, zowel van het civiele personeel van de intensive care als van het militair personeel. Je was één team en één taak en rangen en standen maakten op dat moment niet uit. Je werkte samen en dat maakte echt wel het team. Ik was net eigenlijk een jaar militair, daarna brak de coronapandemie uit. Wat mij heel erg is bijgebleven zijn toch echt wel de raamvisites. Dat jij als militair personeel met de patiënt, dus hun geliefde, achter het raam staat, maar de familie dit buiten. Ja, en daarvoor heb ik echt zelf ook nog wel moeten slikken. De onzekerheid sloeg echt ook wel toe thuis, bij je vrienden, bij je familie. Want jij was de persoon die toch op een afdeling werkte. Maar je wou jij ook zijn voor de mensen en voor de patiënten en voor hun geliefde. En dat maakt het ook onzekerder gedurende de hele tijd. Je weet niet wanneer het voorbij was, je weet niet wanneer de inzet klaar was. En daardoor maakte je jezelf ook onzeker. Het was heel bijzonder om iedere dag weer nieuwe uitdagingen met elkaar aan te gaan. En ook voor bepaalde situaties te staan waarin we dachten, hoe gaan we dit nou doen? Met elkaar zorgden we ervoor dat iedere dag alle patiënten hun zorg kregen die ze nodig hadden. De werkzaamheden op de corona-IC heb ik als een hele mooie tijd ervaren. Ik heb mijn steentje kunnen bijdragen in deze periode en mijn nationale inzet kunnen hebben. En de mensen kunnen helpen die ons nodig hadden.